Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ramnandalal, dat is, je bent een sterke man bij Paulo deze dagen. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ik ben natuurlijk de ondervoorzitter van de Paulo. Ja, we moeten natuurlijk de ontwikkelingen in Suriname kritisch volgen. En nu buitenparlementair natuurlijk. En hoe kijkt u naar die ontwikkelingen zelf? Nou, wat we vinden is dat waar ook wij als Paulo een beetje hoop hadden, dat we geleerd zouden hebben uit het beleid van zeker de vorige regering. En dat we dus nu een andere richting op zouden gaan, merken we in alles wat de regering doet. Eigenlijk een beetje een voortzetting van de vorige regering, zeker met betrekking tot het maken van de plannen. En de wijze waarop men denkt de financiële crisis het hoofd te bieden. Het lijkt allemaal erg veel op de vorige regering. Zeker het herstelplan dat nu op tafel ligt. Met een kleine twist dat men maar al te graag, je zou bijna kunnen zeggen, terug wilt in de boezems van Nederland. Althans, daar lijkt het wel op. Waar Boutersen nog een probleem had met Nederland en waar hij begreep dat je eigenlijk Suriname los van het moederland tot ontwikkeling zou moeten brengen. Eindelijk de taak moeten oppakken om Suriname zelf in te richten. Zie je dat deze regering het niet goed begrijpt. En je zou bijna kunnen zeggen, slaafs probeert tegemoet te komen om allerlei zaken toch met Nederland, het voormalig moederland, het voormalig kolonisator moet ik zeggen. Zo goed mogelijk een overeenkomst te sluiten op allerlei gebieden, zonder dat eigenlijk erg duidelijk wordt wat voor een voordeel Suriname daarbij heeft. Maar los daarvan, wat je ziet is eigenlijk een stukje, je zou bijna kunnen zeggen, amateurisme. Amateuristische wijze waarop ons buitenlands beleid inrichten, amateurisme waarop we ons voorbereiden op de onderhandelingen van het IMF, amateurisme in de wijze waarop we bijvoorbeeld nu ook de hele COVID-situatie aan het hoofd aan het bieden zijn. Het is ongelooflijk de wijze waarop deze regering op dit moment aanmoddert. En dat is eigenlijk wat ons Paulo op dit moment erg veel zorgen baart. Wat heb je tegen Nederland als Paulo? Het lijkt alsof jullie zo anti-Nederland zijn. Wat doen jullie tegen Nederland? We hebben iets tegen Nederland. Ik begrijp niet waarom je het idee hebt dat we iets tegen Nederland hebben. We hebben iets tegen kolonialisme en onderdrukking. Dat is waar we tegen zijn. Ja, meneer Ramdaral, maar dat is toch niet meer van deze tijd. Dat zult toch ook niet gebeuren? Is er sprake van kolonialisme nog steeds? Of alleen maar in het hoofd van, ik zou zelf bijna weer palen, aanhangers? Nee, jij bent waarschijnlijk kort van memorie. Want de coup, we praten over voor na 1975. We praten niet voor 1975. Dus laat wat voor 1975 is gebeurd. Laat het zijn zoals het zijn. Toen waren we kolonie. Allerlei toestanden zijn gebeurd. Laat het zo zijn. Maar we praten over zaken die na 1975, nadat Suriname onafhankelijk is geworden, een soeverein land is geworden, de zaken die Nederland heeft gedaan richting Suriname. Een soeverein land dat probeert zichzelf te vinden en een eigen weg op te gaan. Om te beginnen, 1980, de militairen die zijn opgezet door Nederland om te koepen tegen Aaron die zo loyaal was richting Nederland, maar op een bepaald moment een aantal zaken niet wilde doen wat paste in die straat van Nederland, zag je dus dat men gewoon militairen heeft opgezet om te Oké, meneer, ik ga je toch onderbreken. Dus Surinamers, ja. Ik denk 16 onderofficieren plegen op 25 november, februari een coup in Suriname. Alleen maar Surinamers en je vindt dat Nederland daarvoor verantwoordelijk is. Dus dan heeft u niet gevolgd. De archieven gaan nu mondjesmaat open. En daaruit blijkt het toch de rol die Van der Valk heeft gespeeld, et cetera, et cetera. Maar waarschijnlijk was de overeenkomst met die militairen koepen en terug naar de kazerne. Want toen ze niet terug wilden, was de ene koep na de andere ondersteund vanuit Nederland. Met uiteindelijk het dieptepunt 8 december, waar er sprake was van mensen die hier opgezet werden om in december 82 een kerstkoep te plegen. Waar de
bewijzen ook daarvan op tafel is gekomen in het 8 december proces. Totaal genegeerd door de rechters van het 8 december proces. Maar zeker die binnenlandoorlog. Van waar heeft Brunswijk hiermee impliceer je dat, meneer Randelaar, hiermee impliceer je dat Bouters een landverrader is. Als hij opgezet is door Nederland om een coup te plegen in zijn eigen land, dan is hij echt een landverrader. Dat is wat je nu impliceert, toch? Nee, wat ik over praat is, los van die rol van Nederland, we praten over de rol van Nederland. We praten over de rol van een voormalig kolonisator, die na het onafhankelijk worden van Suriname constant in de politieke, interne politieke aangelegenheden een actieve bemoeienis heeft gehad. Dus kijk, het gaat erom, laat het duidelijk zijn, wij als Palu zijn niet anti-Nederland. Het gaat erom, wij moeten onze taak in Suriname oppakken, onze verantwoordelijkheid oppakken om dit land in te richten. Maar terwijl je met je broers en je zusters hier bezig bent, is er iemand constant bezig aan jouw tafel te bemoeien, mensen wapens te geven, mensen tegen elkaar op te zetten, mensen, en wat er onlangs is gebeurd, 2 jaar geleden, 2018, terwijl een geldzending van de centrale bank van een soeverein land plaatsvindt, en ik kan me niet zeggen dat het Openbaar Ministerie van Noord-Holland daar niet van op de hoogte was, ze hebben willens en wetens 19,5 miljoen euro in beslag genomen. Waarvan we zeiden al vanaf toen dat Bouterse de regering Bouterse 2 op een heel andere manier tegen had moeten reageren. Maar wat je ziet is dan dat ook die regering heeft nagelaten. Terwijl men een grote mond had van we gaan het alleen doen, Nederland, zet maar Nederland aan één kant, noem maar op. Wat ook een goede lijn was. Maar je ziet dat zelfs zij in alle geheim zijn gaan onderhandelen met Nederland. Eindelijk daarmee bijna Nederland gelijk geven. Nederland telt dan als eis verantwoording van die geld. Waar komen die gelden vandaan? Moet je voorstellen, je bent een soeverein land en je centrale bank heeft de geldzending en het openbaar ministerie van een ander land vraagt jouw verantwoording. En vervolgens ga je slaas verantwoorden. Maar je weet van tevoren dat het daar niet om gaat. En dat zelfs die verantwoording niet heeft geholpen dat het geld tot op heden niet losgekomen is. Terwijl als je een politiek antwoord had gegeven, was het al lang al losgekomen, het geld. En dat is het probleem wat we hebben, dat kennelijk Surinamers het onvoldoende begrijpen wat het betekent die eigen verantwoordelijkheid in Suriname op te pakken om dit land eindelijk te herinrichten naar onze eigen belangen en behoeftes. Dat betekent dat je als soeverein land moet begrijpen dat als je een deal sluit met een ander land, dat je daarbij vooral je eigen belang voorop moet stellen. En dat is niet wat wij nu zien. Ik bedoel, waarom moeten Nederlandse militairen nu in Suriname komen oefenen? Naar welke jungles gaan die Nederlandse militairen in Europa? Je moet me dat eens een keer komen uitleggen. En bovendien, het Nederlands leger staat bekend als een van de slechtste legers in de wereld. Los van wat ze in Srebrenica hebben gedaan, waardoor ze de Dutch Bad Cowards worden genoemd. Los van dat toen die Guyanese hier bij Tigri binnenvielen, bleven ze in de kazernes, ze renden de kazernes in plaats van dat ze zouden moeten ingrijpen. Los van dat toen zij bemoeienis hadden actief in Suriname in 1975, toen we het leger overnamen, het leger bestond uit allerlei afgeschreven materieel en geweren die niet eens kon, waarmee we niet eens konden schieten. Begrijp je? En nu ren je weer terug naar dat land om een verdrag te sluiten. Wat is het voordeel dat je haalt? We hebben veel meer voordelen gehad uit de samenwerking met Brazilië, dat een leger heeft waar u tegen kan zijn. We hebben materieel gehad. We hebben topmilitairen gehad die getraind zijn in de jungle technieken. We hebben veel meer gehad uit de militaire samenwerking met een land als de Verenigde Staten. En nu ren je terug naar een kolonisator die eigenlijk, waarvan je eigenlijk niet weet wat zijn bedoelingen zijn. Want terwijl je bezig bent hier met elkaar om dit land tot ontwikkeling te brengen, voor jezelf te herinrichten, weet je niet wat zijn agenda is. Want als je goede vrienden zou willen zijn, waarom beginnen ze niet de archieven van 8 december vrij te geven? Begrijp je? Waarom? Omdat ik denk te veel Surinamers zijn landverraders, vrienden van u, broeders van u, zusters van u. Nee, er zijn te veel Suriname-Nederlanders. Nederland
komt hier actief bemoeien met Surinamers omkopen. En dan kan je inderdaad de Surinamers kwalijk nemen hier. Ja, waarom begin je niet daarmee? Je die eigen mensen, dat je die fout toch zoekt binnen je eigen kantlijnen. In een internationale relatie gaat het erom dat je primair dat ter discussie stelt. Hoe ga je in die relatie? En natuurlijk nemen we onze eigen broeders en zusters kwalijk. Maar dat zijn dus de verkiezingen waar je kritiek op elkaar... Dat zijn de artikelen die we hier hebben geschreven. Waar we kritiek hebben geleverd op het beleid. Dat heeft die gevolg. En wat we nu ook doen door kritiek te leveren op dit verdrag wat we sluiten met Nederland. Wat eigenlijk je niet kan begrijpen dat Surinamers die nu aan de macht zijn gekomen... Eigenlijk Suriname weer aan het inleveren zijn. Terwijl... Ja, als je met jongeren praat in Suriname... Je bedoelt de Surinamers die nu aan het bewind zitten... die zijn bezig om het land terug te brengen... in de boezem van Nederland, zegt u dat? Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er dat met het verdrag... Ik weet hoe ziet u dat dan? Hoe kan ik dat zien? Hoe kan ik dat merken? Waarom zou ik anders een relatie... met een voormalig kolonisator op deze manier... willen sluiten? En die voormalige kolonisator... die een bepaalde rol in je geschiedenis heeft gespeeld... nu inkijk geven in jouw militaire situatie. Waarom zou je dat willen doen? Iemand moet me toch antwoorden. Of sluit ik mijn ogen voor die actieve bemoeienis van Nederland met 25 februari? Sluit je ogen voor wat de bemoeienis van Nederland in de Hawkerkoep in 8 december gebeurde? Dus daar is een andere binnenlandoorlog. Ja, maar weet je, er zijn geen bewijzen voor. Hè? Vooral voor wat je zegt, Hawkerkoep, 25 februari. Ik bedoel... Als Nederland die archieven niet wil openmaken, kan Suriname toch zijn deel alvast openen? Meneer Pinas, dan bent u waarschijnlijk van een andere wereld. De archieven van over 25 februari 80, daar zijn ze voldoende toch over naar buiten gekomen met de actieve rol die Van de Valk hier heeft gespeeld. Er is meneer Van Haper gekomen hier, een voormalig Nederlands officier. Die heeft afgelegd de verklaring, die heeft gezegd, ik had de leiding erover. En hij heeft de Surinamers voor wie je zoveel respect hebt, hij heeft die gebruikt om andere Surinamers te moorden. Nee, hij heeft... Of om een coup te plegen. Hij heeft het Surinamers hier aangezet om een actieve rol te spelen in een interventie die zou plaatsvinden vanuit het buitenland. En zij zouden de regering vormen. Dat is een verklaring geweest. En zelfs als er die regering die gevormd zou worden, waar dus die 16 mensen een actieve rol in zouden hebben, zelfs als ze opgesloten waren, hadden ze geïnterveneerd. Want dan hadden ze bevrijd uit die gevangenis gehaald. Maar doordat ze dus niet, er totaal niet meer waren, fysiek geliquideerd waren, is die hele actie daardoor afgeblazen. Dat heeft hij verklaard. En de actieve rol van Nederland in de binnenlandoorlog, sluit u uw ogen ervoor? Bent u echt... voor de domme aan het spelen, meneer Pinas. Of ik ben een grap aan het maken. Nee, ik ben geen grap aan het maken, maar ik vind het wel... Ik vind het raar dat militairen, 16 militairen, een coup plegen in Suriname, 25 februari. Geen Nederlanders bij, allemaal Sranamang. En dan toch Nederland die schuld geven. Dan, hoe kortzichtig zijn wij dan? De militaire attaché van der Valk, die had toch een actieve rol daarin gespeeld. Ja, maar het zijn geen Nederlanders die de coup gepleegd hebben. Ben je daarmee eens of niet? Maar die Nederlanders hadden het hele militaire infrastructuur hier opgezet. En die hebben precies verteld aan die jongens hoe ze koepoens te plegen. Hoe je eigen regering, eigen democratisch gekozen regering omver moet werpen. Maar meneer Pinas, daar kunnen we niet praten, man. Wat zegt u? Ik vind het wel apart, maar we komen daaruit, we komen niet uit, laat dat maar. Minister van Defensie van Nederland, Ank Bijleveld, die is... In Suriname, ze is geweest en Palu heeft heel veel problemen met haar bezoek. Waarom? Nou, net wat ik u zeg. De voormalige kolonisator die op zo'n manier een actieve bemoeienis heeft gehad, praat ik over na 1975, in de interne politieke aangelegenheden van een soeverein land. Ik bedoel, dan moeten de rode lampjes in je achterhoofd toch aangaan. En zeggen van nou, nee, vertel mij in ieder geval, voordat ik wil verder gaan, begin te vertellen de actieve rol die je hebt gespeeld erin. Begin me eerst, kijk, willen we goede vrienden zijn, willen we een zakelijke relatie opzetten, begin me te vertellen
Wat is je actieve rol geweest in die gebeurtenissen? Geef me die archieven. Ik ga toch terug. Ik denk, die mensen zijn toch in Suriname. Boutersen leeft nog. Die is leider van de coup geweest. Je kan toch Boutersen vragen wat de rol is van één land? In plaats dat je op Nederland wacht en Boutersen, waarschijnlijk je buurman. Begrijp je dat stukje dat het raar is? Nee, die vraag klopt toch niet, die van jou. Want kijk, hoe weet Boutersen wat voor actieve rol kolonel Maarseveen in Guyana heeft gespeeld aan het einde van de Binnenlandse Oorlog? Welke wapens zijn ze gegeven? Hoe zijn die wapens verlopen? Welke financiering is gekomen? Via welke kanalen heeft dat gelopen? Nee, ik heb het over 80. Ik blijf bij 80. Je zegt, archieven van de jaren 80 zijn gesloten. Geef open dat onderzoek dat er is geweest van de Tweede Kamer naar de actieve rol van de Valk. Laat me met de billen bloot gaan. Maar waar we vooral in geïnteresseerd zijn, meneer Pingas, is 8 december. En daar zijn die archieven totaal niet open gegaan, toch? Meneer Paulo, wees eerlijk. 15 Surinaamse mannen zijn doodgeschoten door een hoofd in Fort Zeelandia. Er waren geen blanke Nederlanders bij. Alleen maar Surinamers hebben dat uitgevoerd. En je blijft Nederland de schuld daarvan geven? Meneer Van Haperen, een Nederlander, komt naar Suriname. En die zegt in het 8 december proces, ik had de leiding erover. Meneer Pinas, gaat u uw ogen ervoor sluiten? Ik sluit mijn ogen voor. Wat ik nu hoor, is dat alleen maar Surinamers 20 jaar en zoveel straffen krijgen. Anderen moeten weer voor de rechtbank gaan. Omdat die Nederlanders hun archieven niet opengooien en hun rol en onze rechters hier bevooroordeeld zijn. Begrijp je dus? We gaan het uitkomen. Misschien moeten we naar een ander onderwerp. Want ik denk als 15 mensen vermoord zijn door Surinamers en toch Nederlanders schuld geven. Moet ik voor u de documenten sturen? Van wat voor een actieve rol Nederland heeft gespeeld rondom de 8 december 1982? Die verklaringen zijn toch hier afgelegd? De getuigenverklaringen zijn toch hier afgelegd? Dat Nederland aangezet heeft om 15 Surinaamse vooraanstaande Surinamers te vermoorden? Nee. Men was van plan een interventie te plegen en die deze 15 Surinamers, 16 Surinamers, zouden de regering vormen daarna. Dat is wat Boutersen zegt. Dat is wat een Nederlands legerofficier van Haperen hier in Suriname heeft verklaard, meneer Pinas. En okay. voor de rechters van 8 december proces. Onder ede. Wat zegt u? Onder ede. Onder ede. Oké. Okay. Heeft u dat niet gevolgd? Ik heb het gevolgd, maar bij mij gaat erom van... Er zijn nog 4 andere getuigenverklaringen binnen het 8 december die dat ondersteund hebben. Bij mij gaat het, maar als wij archieven hebben, dan zal Suriname ook een kopie hebben, toch? Want je hebt 2 partijen voor nodig. Meneer Pinas, we praten over de Nederlandse Veiligheidsdienst en de intelligentiediensten van Nederland. En de legerintelligentiediensten van Nederland. Begrijpt u dus? Dus hoe gaat Suriname als soeverein land daar inzicht in hebben en een kopieën van hebben? Meneer Pinas, jij bent toch als Surinamer gebruikt om die coup te plegen, om die mensen te vermoorden aan 15. Als u daar niet in gelooft, meneer Pinas, ik geloof sluit uw ogen voor getuigenverklaringen die onder ede hier in Suriname zijn afgelegd. We kunnen er inderdaad niet meer verder over praten. Dan bent u waarschijnlijk een van die redimoussous die waarschijnlijk hun ogen en oren sluiten voor die actieve rol die Nederland heeft gespeeld. En waarschijnlijk bent u eens dat die 9,5 miljoen euro in beslag is genomen in Nederland. Nee, je mag grap. Wat ben ik, Reddy Moussou? Ik krijg zoveel namen hier dat ik bijna de tel kwijt ben. Maar ik kan mij niet voorstellen dat 15 Surinamers vermoord worden door Surinamers. En dat wij jullie Nederland de schuld geven, dat is toch... hoe kan je dat verklaren, meneer, man? Meneer Pinas, leest u de verklaring van meneer... Van Haperen. Oké, okay, gaan we doen. Laat dat, want we zijn niet op één lijn. We volgen niet hoor, dat is ook niet de bedoeling. Het crisisherstelplan, Paulo, trappen aan alle kanten tegen dit plan. Wat is er zo fout aan? Wat er zo fout aan is net zoals dat stabilisatie- en herstelplan van de vorige regering. Het lijkt alsof 's morgens iemand wakker is geworden en die heeft gezegd, we gaan deze maatregel doorvoeren en die maatregel en dat. Het zijn allemaal losse maatregelen die totaal niet op elkaar aansluiten. En zelfs het herstelplan spreekt zichzelf tegen.
Want waar het om gaat, de wijze waarop je stabilisatie in een korte periode zou kunnen bewerkstelligen, meneer Pinas, dat is als je, zodra je een lange termijn plan neerzet van waar je naartoe wilt. En vervolgens daaruit korte termijn maatregelen neemt, het daarin in afval voorzieningen treft voor je lange termijn doelen. Je kan geen maatregelen, om een voorbeeld te noemen, je kan geen maatregelen nu nemen als je zegt, op termijn moeten we onze agrarische productie op gang brengen. Wat ook het herstelplan zegt. Vervolgens staat erin maatregelen op de korte termijn die de agrarische productie juist benadeelt en afremt. Begrijpt u? Dus die losse maatregelen die totaal niet met elkaar aansluiten, alsof iemand die dingen heeft verzonnen en ja, dit klinkt goed, dat leggen we het bij elkaar. En nu komt het. En dan maak je een begroting voor 2021 met bijna 12 miljard, meer dan 33% van je BBP als begrotingstekort. Nou, dat moet je zometeen met het IMF gaan onderhandelen. Dan begrijp je dat de onderhandelingen met het IMF veel te lang gaan duren. Of dat ze dat niet gaan accepteren. En vervolgens corrigeren ze het in het nieuwe herstelplan. En dan zie je dat ze nog steeds met een begrotingstekort van bijna 15% zitten. Waarvan je weet dat het IMF het niet gaat doen. En bovendien bestaan cijfers in het herstelplan die totaal niet kloppen, die berekeningen die totaal niet kloppen. Waarvan je direct kan zien dat men te weinig heeft geanalyseerd. Men is op basis van een leugen aan de macht gekomen. We hebben al een reddingsplan om Suriname voor zitting. Nu blijkt dat het reddingsplan er niet is. Als het reddingsplan er al was. Laat het duidelijk zijn, meneer Pinas, de oorzaken van de crisis zijn niet gewijzigd. Dus als je een reddingsplan had, laat het zo zijn dat een aantal verborgen schulden op de schuld is niet 3 miljard, maar 4 miljard. Dat is een kwestie van de cijfers wijzigen toch? Maar het reddingsplan ligt niet op tafel. Daarom doe je er 8-9 maanden erover. En dan kom je nog met een waardeloze plan, waarvan je van tevoren weet dat het IMF van tafel gaat vegen. En dan heb je al vanuit Oppenheimer een eerste uitstel van betaling gevraagd. Je bent niet in staat om een acceptabel akkoord te sluiten met het IMF, omdat je reddingsplan, je herstelplan niet goed genoeg is. En vervolgens vraag je een derde uitstel, een tweede uitstel. En Suriname wordt gedowngraded tot bijna een failliete staat die zijn schulden niet kan afbetalen. Dat is de verantwoordelijkheid van deze regering. Dat is het amateuristische wijze waarop deze regering... Dat Suriname gedowngraded wordt en schulden niet kan betalen, dat noem jij de verantwoordelijkheid van deze regering? Natuurlijk, want als ze een herstelplan op tafel hadden, als ze hadden uitgerekend, zoals wij als Palo het hadden doorgerekend, meneer Pinas, niet om op te scheppen, binnen 6 maanden hadden we de koers kunnen stabiliseren. Met een samenhangend pakket aan maatregelen. Binnen 6 maanden, we hebben ook deze regering die maatregelen, dat plan aan de hand gedaan. En men weigert het allemaal te doen, meneer Pinas. En dat is wat we een heleboel mensen hier proberen duidelijk te maken. Men doet het niet, omdat het gaat om een belangenspel. Men is geïnteresseerd alleen maar om de belangen van een kleine groep van mensen om zich heen, om die te behartigen. Daarom dat er friends and family op plaatsen worden benoemd. Ik bedoel, net als de vorige regering, want die was ook alleen maar geïnteresseerd om een kleine groep van mensen van rijk naar rijker te maken. En dat is wat er nu gebeurt. Men is niet geïnteresseerd in een lange termijn ontwikkeling. Men is niet geïnteresseerd in het duurzaam oplossen van de problemen waar we nu tegenaan kijken. Men is alleen maar geïnteresseerd om een kleine groep van mensen die waarschijnlijk het leuk vinden om minister te zijn, maar niet snappen hoe ze de problemen van het land moeten oplossen. En wat we nu zien is dat de minister die verantwoordelijk is voor de COVID-situatie en het bestrijding ervan, maatregelen neemt. En vervolgens met de Noorderzon vertrekt naar Miami voor vakantie en voor bijscholing, meneer Pinas. Een minister die vertrekt naar de Verenigde Staten in een COVID-crisis. Dat is het argument wat we hier dan horen van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik bedoel, het is toch om, je kan huilen en lachen tegelijkertijd om deze mannen wat ze nu aan het doen zijn in het land. Begrijpt u het amateurisme waarmee we denken dit land te besturen en problemen op te lossen? En dat is het probleem wat we hebben met het herstelplan en de wijze waarop deze regering omgaat met de huidige problemen waar we als land tegenaan kijken. Aha, ik hoor u duidelijk, u bent geen fan van deze regering, Palu. Nee, het heeft niks te maken met fan zijn van deze regering, meneer Pinas. Want laat het duidelijk zijn, als deze regering
erin zou slagen om enigszins de situatie, de economische, de financiële situatie, financiële-economische situatie te stabiliseren, zou iedereen er profijt van hebben, ook ik als burger. En wie zou ik dan zijn om dan vervolgens deze regering te bekritiseren? Ik voel die crisis ook in mijn privésfeer, meneer Pinas. Ik woon in dit land. Ik verdien SRB's, ik verdien geen US dollars. Dus ik voel het elke dag. Dus en u bent het eens als men zegt dat de situatie waarin het land nu zit, dat komt door 10 jaar wanbeleid. Dus, en sterker nog, u was ook onderdeel van het wanbeleid. Dus ik ben blij dat het herstelplan nu op tafel ligt. Weet u wat die cijfers van het herstelplan aangeven van deze regering? Dat, en dan moet u een keertje tijd nemen om te analyseren. Onder Boutersen 1 zijn de monetaire reserves bijna verdubbeld. Onder Boutersen 1 is er economische groei geweest tot en met 2014. Alle maatregelen, dus u moet me uitleggen over welk wanbeleid men praat van de afgelopen 10 jaren. Omdat wij als Palen erbij waren onder Boutersen 1, hebben we de verspilling en het financieel wanbeleid binnen de perken kunnen houden. We hebben zelfs een nieuw financieel geautomatiseerd systeem binnen de overheid geïntroduceerd. Waardoor een betere begroting en besteding van gelden kan plaatsvinden en beter geregistreerd kan worden. Dat is de verantwoordelijkheid geweest van de Palen. Weet je meneer Ramnar, meneer Palu. Alle maatregelen waar we nu last van hebben. Alle maatregelen waar we nu last van hebben. Van de devaluatie. Het zoemelen met kasreserves. Al die leningen die zijn genomen. Uitverkoop van Suralco. Zijn allemaal na 2015 onder Boutersen 2 genomen. Allemaal. Weet je ik ga u onderbreken, want u gaat door. Ja? Ik denk, ja, is het Surinaams electoraat zo ondankbaar of misschien dom, dat zij, ondanks de goede verdiensten van Palu, dat Palu nooit beloond wordt. Want eerst was je met 2 zetels, later 1, en nu bent u buiten parlementair. U bent helemaal niet in de Kamer of DNA, zoals het daar heet. Hoe komt het dan, als je zo'n goede partij bent en met zulke goede standpunten en zoveel progressieve ideeën voor land en volk? Waarom word je niet beloond? Waar ligt het aan? Het begint bij mensen, als u... Bij mensen het snuit? Nee. Wat doe ik fout? Kennelijk heeft u niet gelezen. Wat voor bemoeienis neemt. Nee, ik lees alles. Nee. Ik lees alles. Ik zeg, in 2000... Nee, meneer Palu. In 2015... Van meneer Van Haperen. Nee, laat meneer Van Haperen en meneer Valk en die Nederlanders die Surinamers hebben opgezet om alle Surinamers te vermoorden, zoals hij beweert. Laat die mensen aan elkaar. Ik denk, in 2010 had hij 2 zetels. En kwam weer verkiezing. In 2015 had hij 1. 2020 weer verkiezing. 0. Waarom wordt u niet beloond dan als uw partij zulke goede punten en programma's heeft? Dat is mijn vraag. Was u in 2015 hier, meneer Pinas, met de Palu? Hebben andere partijen heel weinig stemmen gehad op basis van een campagne die vanuit... Ik ga maar niet zeggen, want u gaat tegen me zeggen, ik ben waarschijnlijk weer spoken bij daglicht aan het... Nee. Maar die verhaal heel gecoördineerd is opgezet. En die campagne heette Stem Slim. En de mensen die daar vooraan liepen, het zijn dezelfde mensen die nu aan het huilen zijn. En wij, ze hebben aangesproken van, kijk, Stem Slim is een stem tegen actie. En de Surinaamse politiek, had de Surinaamse politiek niet gaan veranderen, meneer Pinas. En de Palu hoeft geen zetels te krijgen. Maar u gaat me zeggen, ik ben helderziende. Want we kennen de situatie van voor 1975. Toen er een strijd was tussen de NPS en de VHP op basis van etnische politiek. En dat was ook een soort zogenaamde stemslim actie, waar men eigenlijk tegenstemde. Men stemde uit angst tegen de Kriool of tegen de Hindustan of tegen de Javanen. Want dat was de sfeer. En nu heb je ook diezelfde situatie, dezelfde sfeer die men heeft gecreëerd in 2020 met de stemslim actie. Waar men zogenaamd Boutersen moest wegstemmen, omdat we dan anders inderdaad in het diep dal zouden terechtkomen. Klopt, inderdaad. Boutersen 2, heeft een heleboel kapot gemaakt in het land, meneer Pinas. Dat weten we inmiddels. Dat gaat niemand ontkennen.
Maar vervolgens, terwijl wij oproepen, laten we praten over waar gaan we dan met dit land naartoe. Want nu bewijst dat ook de VHP kennelijk van hetzelfde laken een pak is. Het is eigenlijk in principe diezelfde mensen die hun belangen proberen te behartigen. Die net een jaar geleden rondom NDP zaten, die zitten nu rondom deze coalitie. Dus je begrijpt, we zitten eigenlijk in hetzelfde bootje waar we dan waar we tegenaan kijken. En het gaat erom dat als we niet in staat zijn om met elkaar aan een één tafel te zitten en te kijken van waar willen we met het land over 40, 50 jaar zijn. Als we dat niet begrijpen en van daaruit vervolgens kijken, maar wat gaan we op korte termijn doen? Ik moet even, ik ga nooit reacties gebruiken in het interview, maar een Marokkaanse luisteraar, die zit in, ik dacht in Marrakesh, die heet Murat El Owasgiri, Berbelayan. Hij zegt, als Paulo zo goed was, heeft Paulo Suriname van de ondergang gered? Dus dat is wat hij begrijpt uit jouw betoog hier. Meneer Pinas, die Marokkaan weet kennelijk onvoldoende van de geschiedenis van Suriname. De Paulo is verantwoordelijk geweest voor deze gedachte, waar nu een heleboel andere Surinamers het overgenomen hebben, en onder andere de NDP, dat wij als Surinamers verantwoordelijk zijn voor dit land. Wat we zullen hebben gemaakt is, wat we zullen zijn, is wat we van onszelf zullen hebben gemaakt. Die gedachte komt vanuit de Palu. En het moment dat de Palu in de jaren 80 onder de militaire tussenperiode in de regering zat, toen zijn er hele grote dingen gedaan, waar we nu nog steeds profijt van hebben. Hey, wat is de rol van Palu Ik verdenk jullie altijd, hè? Maar je weet, ik ben een vrije denker. Wat is de rol van Palu bij de coup van 80 en bij de decembermoorden? 0,0. Zou ik ook zeggen. Wij waren niet betrokken bij 1980. Maar daarvoor meneer Pinas, u zou dingen moeten hebben gelezen. Maar u leest die dingen niet. En inmiddels zijn alle Palu's in het 8 decemberproces vrijgesproken. Maar het was puur op basis van de actie vanuit Nederland, omdat die begrijpen dat politieke partijen als de Palu, die begrijpen wat onze taak is in dit land. Die begrijpen dat we die onafhankelijkheid daar vorm en inhoud moeten geven. Die begrijpen dat, en de Marokkaan uit Marrakesh, ja, zou het beter moeten begrijpen. Want de Marokkaanse regering, die gaat niet slechts achter de Nederlandse regering aanlopen zoals onze regering hier in Suriname. En het feit dus dat die anti-campagne vanuit die hoek richting Palu is opgezet, hebben we nog steeds Surinamers zoals u die niet begrijpen wat voor invloed we hebben. We hebben onder Boutersen 1. Meneer Ramdalal, ik begrijp u dat u, u mag me voor alles beschuldigen, daar ben ik gewend. Maar ik kan het electoraat niet begrijpen, het Surinaams electoraat. Dat zijn de mensen die voor u moeten stemmen. U doet zoveel goede zaken, goede dingen voor Suriname, maar u bent 0,0 nu. Als het om zetels gaat, toch? Maar toch kennelijk, de kritieken die we leveren, daar vinden de beleidsmakers het toch niet zo leuk, ondanks dat we geen zetels hebben. Omdat we gelijk hebben. En ook over deze benadering, van waarom moeten we Nederlandse militairen hier een kans geven om in de jungle te komen invloeden? Waarom niet? Waarom niet dan? Wat voor voordeel hebben wij? Dan komen ze met muziekinstrumenten voor het Nationaal Leger. nee, maar waarom? Kijk, Suriname is 85% jungle. Dan hebben wij als Palu hebben een groot probleem. Dan hebben we nog een groot werk te doen in het land. Waarom zou ik geen toestemming geven aan een bevriende natie? Vraagt u aan die Marokkaan of die Marokkanen aan de Fransen inzage geven wat het Marokkaans leger, hoe het Marokkaans leger in elkaar zit? Vraagt u maar of die Marokkanen dat doen. Of koning Hassan dat doet. ik zal iets zeggen, man. Ik wil niet praten over het Surinaamse leger, maar je weet toch op welke plaats het Surinaamse leger staat in de wereld? Dat behoort toch tot een van de allerzwakste? Maar weet u waar het Nederlands leger in staat, bij staat dan? Ik zit niet hier om Nederland te verdedigen, hè? Ik probeer constructief met jou te denken en met feiten te komen. We hebben als land, als leger zeker veel meer gehad aan een relatie met Brazilië. En we hebben op allerlei vlakken, zelfs op agrarisch gebied, hebben we veel meer aangehaald dan wat we in bijna 45 jaar en 3,6 miljard aan Nederlands, 1,7 miljard euro was dat, aan Nederlandse ontwikkelingshulp verder.
We hebben veel meer gehad aan die paar miljoenen, die relatie die we hebben gehad met Brazilië. Begrijpt u? Dus China, je vergeet China, je moet China niet vergeten, de nieuwe kolonisator. Nee, dus wij laten ons koloniseren, alleen als we er open voor staan. Maar laat mij u één ding zeggen. China bemoeit zich niet met de interne politieke aangelegenheden. Dat is het verschil met Nederland. Begrijp je? China komt niet hier zeggen, we hebben gedeeld verleden. Maar u moet een keertje vragen aan die Nederlanders. Als u, wat voor een gedeeld verleden heeft iemand, een verkrachter met een verkracht kind? Wat voor een gedeeld verleden heeft iemand die zich eigen maakt, alle rijkdommen die andere creëert? Wat heeft Nederland gedeeld in de pijn en verdriet die zij hebben veroorzaakt hier bij de Surinaamse bevolking? En dan praat ik niet over pijn en verdriet van voor 1975, maar van na 1975. Maar als we toch dingen zouden moeten verdelen, waarom verdelen we niet die grote herenhuizen en die kastelen die ze in Nederland hebben gebouwd? Of laten verdelen die beurs in Amsterdam, de eerste beurs in de wereld. Die is ontstaan op basis van de rijkdommen die ze plunderden uit Indonesië en Suriname. En waar nu Nederland nog steeds heel veel aan verdient. Waarom verdelen we dat niet? Nee, u gaat heel ver terug. Ik wil het hebben over de actualiteit, nee, als u het goed vindt. Nee. Ik praat over nu. Er zijn Nederlandse politici en de Nederlandse ambassadeleden hier, die ook ons komen uitleggen dat we hebben toch een gedeeld verleden met Suriname. En Surinamers die dat klakkeloos overnemen, onze minister van Buitenlandse Zaken. De huidige minister van Buitenlandse Zaken neemt klakkeloos over. En die niet begrijpt eigenlijk wat die Nederlander met jou aan het doen is. Ik weet niet of u hebt gehoord van de Stockholm-syndroom. Ik weet wat dat is. Dat je liefde gaat hebben voor je opvoeder, bedoel je dat? Ja, dat mensen die je gijzelen, dat op een gegeven moment de gegijzelden bijna die strijd van sympathie. En dat is wat er gebeurt met die Nederlanders, die eigenlijk ons al 300-400 jaar gegijzeld hebben. En wij willen die strijd van die, er zijn Surinamers die bijna, je zou zeggen, witter zijn dan die bakras die hier wonen. In hun denken. Begrijpt u? Dus we hebben inderdaad een heel veel werk te verrichten als Palu, meneer Pinas. En dat gaan we blijven doen. Of we nou 0 zetels hebben of 20 zetels in het parlement. We gaan niet verder komen met het oud-koloniaal denken. De enige manier om dit land tot ontwikkeling te brengen is dat we begrijpen dat wij Surinamers de verantwoordelijkheid hebben om dit soeverein land te herinrichten en tot ontwikkeling te brengen voor onze eigen belangen en behoeften. Niet van de Nederlander, niet van de Chinees, niet van de Amerikaan, niet van de Braziliaan of whoever. Het gaat erom dat we dit land gaan herinrichten voor Surinamers hier in Suriname. Dat is onze taak. Klinkt plausibel, maar ik denk, ja, steeds het verleden halen, dat brengt ons nergens. Ik bedoel, als jij nu als volwassen natie optreden, dan kunnen we toch meer uithalen dan zeg nou een contract van 300 jaar geleden, toen het ongelijk was. Nee, maar meneer Pinas, u luistert niet naar mij. Ik praat niet over 300 jaar geleden. Ik praat vanaf nu. U haalt de slavernij bij, toch? Also. Ja, maar ik praat over wat Nederland actief heeft gedaan na 1975. Ik weet het niet. Ik ga terug op, hè. Ik zou er daarover niet meer praten. Ik denk. Nee, ik ga terug omdat nu, gisteren, eergisteren, Nederlanders ons komen uitleggen wat voor een gedeeld verleden we met hun geschiedenis. Wat hebben we dan zo gedeeld? Ik praat over nu dat onze eigen minister van Buitenlandse Zaken die slaafse gedachtegang overneemt. En niet begrijpt dat hij eigenlijk die zichzelf tekort doet. Dat hij zichzelf terugbrengt in de situatie van die contractarbeider en die slaaf. Dus we hebben niks gedeeld. Als op deze manier mensen gedeeld verleden hebben, dan heeft die hele wereld gedeeld verleden. Begrijp u? Dus als het van jou afhangt, van jouw partij, PALU, dan verbreken we alle banden met Nederland. Dat zou waarschijnlijk het beste zijn, omdat wat we zien is dat Nederland niet begrijpt dat Suriname een soeverein land is. We hebben, meneer Pinas, we zijn niet anti-Nederlands.
maar we zijn anti-onderdrukking. We willen niet meer terug in die koloniale verhoudingen. Wij willen dit land gaan herrichten. We zijn een soeverein land en we moeten het inrichten voor onze eigen belangen en behoeftes. Meneer Paulo, over welke onderdrukking heb je het dan? Anno 2021. Hoe moet ik het vertalen als het Nederlands Openbaar Ministerie 2 jaar geleden de geldzetting van een soeverein land, van de Centrale Bank van Suriname, illegaal in beslag neemt? Wat voor signaal sturen ze ons? Verstoren ze de Surinaamse economie. Tot op heden. Ja, omdat die 19 miljoen waarover je praat, die in beslag is genomen hier in Nederland. Het was zwart geld. Men kon de herkomst van het geld niet verklaren. Meneer Pinas, daar heeft het Openbaar Ministerie geen enkele bemoeienis in. Meneer, welke wereld leeft u? Meneer Pinas, daar. Doen ze dat met Engeland? Doen ze dat met Verenigde Staten? Daar hebben ze geen enkele bemoeienis in, meneer Pinas. Meneer, u weet wel dat die euro... Nee, u gaat in discussie. Ik discussieer niet met u. Maar u weet wel dat die euro eigendom is van de EU. En ook Nederland. En dat ze mogen vragen hoe je eraan komt en hoe je het verdiend hebt. Die Amerikanen mogen dat niet vragen van de centrale bank. Al is het in dollars. Nou, ze vragen het altijd. Maar daarom doen jullie geen clean zaken daar. Nee, de centrale bank niet. Jij als individuele reiziger gaan ze vragen. Maar een centrale bank, die valt onder internationale regels, onder andere regels, meneer Pinas. Meneer Paulo, u kent de reputatie van de Surinaamse centrale bank, toch? U weet toch wat daar gebeurd is en daar gebeurt... Vertelt u mij de reputatie van de centrale bank. Nou, het woord kassereserve heb ik vandaag uit uw mond gehoord, bijvoorbeeld. Maar de Nederlandse bank heeft dat ook. Waar praat u over? En is dat een slechte reputatie? Jawel. Het is een hele slechte reputatie als er geld gestolen wordt van de centrale bank van het land. Dat is heel slecht. Maar dat is toch niet de centrale bank die dan dat doet? Dat zijn politici die dat hebben gedaan. Jawel, maar waarschijnlijk was het geld die 19 miljoen van je was ook van die politici misschien. Bovendien, het Openbaar Ministerie van Nederland heeft daar niets mee te maken. Ze hebben alles mee te maken, meneer Paulo. Nee, helemaal niet. Natuurlijk, man. Als je hier in Nederland met zwart geld loopt, wordt het in beslag genomen. Dat is een feit. Meneer Pinas, de Centrale Bank van Suriname, er is op een gegeven moment vanuit het Openbaar Ministerie, we hebben slaaf. Hebben we eraan toegegeven. Er is verantwoording geweest van die 9,5 miljoen. Nee. Heeft het gelijk dat het vrijgeeft? Het was niet afdoendend. Het is niet waar toch, meneer Pinas. Dus los van dat ze het niet mochten vragen. Ze hebben alle papieren. Dan moet je een keer hier met de bankmedewerkers praten. Ik praat niet met de bankmedewerkers. Ik praat hier met het Openbaar Ministerie in Noord-Holland over deze zaak. En ik weet, ik kan u vertellen over Suriname. Waarom denk je dat we nu gelijk krijgen in het rechtsproces in Nederland? Well, waarschijnlijk zullen zij dan de juiste herkomst nu eindelijk vaststellen. Nee, maar dat kon men niet. Nee, u heeft het niet gevolgd. De Nederlandse rechtbank heeft gezegd, het Openbaar Ministerie in Nederland mocht het niet doen omdat het gaat om een centrale bank van een soeverein land en er zijn andere regels die gelden. U volgt het niet. Als u deze gedachte volgt die u dat aan mij zegt, dan hebben we als Suriname heel veel werk te doen. Dat u niet begrijpt wat het betekent om als soeverein land in deze wereld te opereren. Als u dat niet begrijpt en het niet ziet, en dat u het Openbaar Ministerie gelijk geeft, de Centrale Bank van Suriname ook nog beschuldigd van zwart geld. Meneer, u weet wat er bij de Centrale Bank gebeurt, toch? Waar is de governor, de president van de Centrale Bank en zijn hele staf? Daar heeft het Openbaar Ministerie van Nederland niets mee te maken, meneer Pinas. Daar heeft het Openbaar Ministerie van Amerika niets mee te maken. Of het Openbaar Ministerie van Brazilië niets mee te maken. Maar natuurlijk zien ze die Centrale Bank als een instituut dat onbetrouwbaar is. En als geld vandaan komen, gaan ze extra naar kijken, meneer Paulo. Dat is logisch. Maar de hoofdraad staat niet terecht vanwege hetgeen wat er bij de Centrale Bank is gebeurd. Ik heb het over de president van de Centrale Bank van Tricht.
En Hosiel, de voorzitter, of wat zij ook was, weet ik niet. Maar het gaat toch niet om zwart geld wat er daar speelt? Nou, het feit is dat er iets niet daar klopte, dat weet u ook. Of wil u dat ook ontkennen, om uw vrienden in bescherming te nemen? Nee, het heeft daar niks mee te maken, meneer Pinas. Het gaat om een soeverein land. De centrale bank van een soeverein land. Wat er daar is gebeurd, of dat we mensen nu daar veroordelen en voor het gerecht slepen, daar heeft het Openbaar Ministerie van Nederland niets mee te maken. Nou, ik kan u wel zeggen dat... In een soeverein land... Ik zeg u, soeverein land of niet, maar als u geld in Nederland brengt of via Nederland transporteert, dan moet u wel rekening houden met vragenlijst. Dat weet u toch? U als individu... Centrale bank ook. Iedereen. Meneer Pinas, laten we over iets. Want u begrijpt... Ik begrijp u. Het is duidelijk. Centrale bank onder andere regels, brada. Maar u kent de inlichtingendienst toch? U kunt die centrale bank als dekmantel willen gebruiken, maar is het niet doorzichtig dan? Meneer Pinas, er waren al 4 of 5 zendingen die al hadden plaatsgevonden via de centrale. Het was regel dat men samenwerkte met de centrale bank van Nederland. Dat er euro's daar naartoe gingen en dat we in ruil ervoor US dollars kregen. Het geld was onderweg naar China of Hongkong. En dat was al jaren het geval. We doen dat al decennia lang met de Nederlandse bank. En toen Boutersen aan de macht kwam, hadden ze een deal gesloten met de Chinese bank. En dat konden waarschijnlijk die Nederlanders niet hebben. En dit is wat er is gebeurd. Er is Meneer Paul, u gelooft wel dat het geld van de centrale bank was? Of heeft men de centrale bank gebruikt als dekmantel om in zwart geld naar buitenland te vervoeren? Meneer Pinas, is dat bewezen geweest in dat proces dat in Nederland wordt gevoerd nu? Deels wel, ja. Waarom is het geld nog daar dan? Waarom is het zo niet vrijgegeven als Suriname alles in orde heeft? We hebben toch gelijk gehad in het eerste instantie? Ja. Je hebt gelijk gehad. Waarom hebben we gelijk gehad? We hebben gelijk gehad omdat de rechters in Nederland hebben gezegd, het is een centrale bank van een soeverein land, dit mag je niet doen. Mm-hmm. En toen zijn ze in hoger beroep gehad, het is een kwestie van tijd. Want zelfs in het hoger beroep horen we dat we gelijk gaan krijgen. En dat het geld terugkomt naar Suriname. Ik ga u zeggen, meneer Pinas, en dat gaat u niet begrijpen vanwege uw denkwijze. Een soeverein land had daarom anders moeten hebben gereageerd. We hadden veel harder moeten hebben gereageerd. Als Nederland dit had gedaan met een land als Engeland of Amerika, waren er veel harder maatregelen uit voortgevoerd. We hebben slaafs gereageerd en we hebben koloniaal gereageerd. En dat is de ergernis. En u begrijpt het niet. U praat over een gewone reiziger. De Centrale Bank van Suriname is een gewone reiziger die via de Zanderij 19,5 miljoen transporteert. Maar dat is niet het geval. Dit zijn internationale transacties die normaal plaatsvinden over heel de wereld. En die vallen onder andere regels. U kent de reputatie van de Centrale Bank. En Nederland kent het ook. Ik ken het niet. U kent het waarschijnlijk. Ik ken het niet. Nederland, mijn Centrale Bank, doet dat niet. Dus... En laat het duidelijk zijn, als wij aan de macht zouden zijn geweest, was die 19,5 miljoen al lang al losgekomen. Migado, hoe zou je nu maak je mij aan... hoe zou je het terugkrijgen? Wat zou je nu allemaal doen? Wij zouden vanaf dag 1 hebben geëist een boeteclausule. En de advocaten zijn niet geïnstrueerd geworden op die manier. Voor elke dag dat u het in beslag neemt, gaat u 1 miljoen euro extra betalen. Dat hadden we vanaf het begin gedaan. En gezegd, dit is een illegale actie. Als we dat hadden gedaan, dan zouden ze 10 keer hebben nagedacht. Na 100 dagen was het al vrijgegeven. Klinkt mooi. Ik weet het zeker, omdat in rechtsprocessen is dat gangbaar. Maar we hebben slaafs gereageerd. Ja. Zelfs in particuliere processen gebeurt het hier in Suriname en in Nederland. Als men weet dat men... illegaal bezig is. Je bent illegaal bezig, je hebt iets gedaan. Ik zelf tegen eis vanaf het begin. Als ik gelijk krijg, meneer de rechter, wil ik vergoed worden. We hadden dat al lang moeten hebben gedaan.
En ik weet zeker dat het binnen 3 maanden zou. Net zoals we slaafs hebben gevolgd de 100% controle op Schiphol. Amerika heeft dat precies 1 dag gedaan met Brazilië. 100% controle. En toen zijn ze Brazilianen tegen actie overgegaan. We doen alle Amerikanen die hier zakken in Brazilië en op Braziliaanse grond, gaan ook 100% controleren. Binnen een dag was het opgeheven. We hebben slaafs gevolgd en gedaan wat die Hollanders ons hebben aangedaan al die jaren. En vernederd. Begrijp je, terwijl Nederland op dit moment het grootste drugs producerend, drugs exporterend, drugs gebruikend land is in Europa. Misschien van de wereld, land, misschien van de wereld zelf. En dat land voert dan 100% controle in voor Suriname. Begrijpt u? We hadden al lang al tegenacties moeten hebben genomen. En dan begrijpt u waarom men zo'n hekel heeft aan de PALU. En waarom er continu een anti-campagne is tegen de PALU. Meneer, ik kan omdat u zeggen, er is niemand in Nederland of diaspora die een hekel heeft aan PALU. Enige mensen die hekel hebben aan uw partij, dat zijn de mensen in Suriname. Want die stemmen niet op jou. Nou, het zal nog blijken. Het gaat nog blijken. Nou, het is gebleken, 25 mei 2020 is ja, nou, staat nou, langs de kantlijn. Laat ons zien wat er in 2025 gebeurt. Ooit was NPS de grootste partij in Suriname. En ooit was de NDP de grootste partij in Suriname. Ja, maar als u zegt mensen hebben hekel aan PALU, dan denk ik, ja, niemand. Enige persoon of mensen die je kent die hekel aan u zou hebben, dan is het electoraat die laat nooit op je stem. Ja, laten we zien wat in 2025 gebeurt. En net wat ik u zei, meneer Pinas, de PALU hoeft geen zetels te winnen om te begrijpen, en u mensen als u zouden dat beter moeten begrijpen, en ik hoop dat u gaat studeren en begrijpen, van hé, die jongens van de PALU hebben toch niet zo slecht gezien. Omdat we continu gelijk gekregen hebben. Begrijpt u? Kijk, wat er nu gebeurt. Waar krijgt u gelijk dan? Waar haalt u steeds u gelijk vandaan? Hoe dan? Waar heb u gelijk gekregen ooit dan? Dit pad wat ook door deze regering wordt ingezet. Wat we de vorige regering hadden geadviseerd te doen in 2015. Wat ze niet hebben gedaan. En we hebben gezegd, als u het niet doet, gaat u dat land niet kunnen stabiliseren. En nu ook weer. Zoals de regering dat aanpakt. En ja, misschien gaat er over 3-4 jaar, als die oliemaatschappijen die op zeeolie hebben ontdekt, investeringen doen, dan gaat het vanzelf stabiliseren, meneer Pinas. Maar het zal niet blijvend zijn. We hebben geen keus. Als u heeft gestudeerd en gekeken naar de Surinaamse economie, dan begrijpt u dat de Surinaamse economie, die structurele crisis wat we noemen, die crisis die we vanaf 1975 hebben overgenomen, die afhankelijkheid van bauxiet en die mijnbouwsectoren als nu goud en olie, dat zijn allemaal sectoren die niet duurzaam zijn. Olie gaat ook opraken, goud gaat erop raken, bauxiet is al een beetje opgeraakt. Dus u begrijpt, we hebben geen keus dan te investeren op de lange termijn in de duurzame sector als toerisme, agrarische sector en de dienstensector. En als je dus nu maatregelen neemt op de korte termijn, moet je daarmee ook maatregelen, als je die samenleving vraagt om in te leveren, dan moet je ook daarnaast een programma neerzetten om te investeren in die duurzame sectoren, waardoor die samenleving ook een perspectief heeft. Terwijl ze nu aan het inleveren zijn, aan het pinaren zijn. En het zou veel sneller zijn gestabiliseerd. Want een van de redenen waarom er instabiliteit is in de Surinaamse samenleving, is omdat men te weinig geloof hecht in die beleidsmakers. Ook deze beleidsmakers. Wat zou u doen? Zou u geloven in beleidsmakers die als aan de macht zijn, hun familie en vrienden is organiseren? Dan heeft u toch geen geloof in. En als u een SED verdient, wat gaat u doen met die SED? Gaat u het blijven houden? Gaat u het houden? Als eerste wat u zoekt zijn Amerikaanse dollars. Dus wat er gebeurt is dat men geen vertrouwen heeft in het beleid. En daardoor die instabiliteit ontstaat. Op het moment dat je een samenhangend pakket aan maatregelen. Inderdaad een aantal belasting, wat men noemt inkomstenverhogende maatregelen. Een aantal uitgaven beperkende maatregelen. En daarnaast een investeringsprogramma had neergezet. Om meer ondernemers in Suriname te creëren. Om meer producenten te creëren in het land. En meneer Pinas, we hebben die potentie. Als ik u zeg dat wij, laat me het voorzichtig zeggen.
tienduizenden multimiljonairs in dit land kunnen maken. Op basis van productie hier in Suriname. Dan waarom beginnen? Wanneer gaan we daarmee beginnen? Terwijl als we nu ermee zouden beginnen. Weet u wat het is? Wat ik zo erg vind. Hè? U hebt het steeds over de potentie. Die is er wel. Hè? In het land, dat ziet iedereen. Zelf een blinde koe van zo, dat kan dat zien. Dat er ontzettend veel potentie is in het land. Maar weet u dat Paulo vanaf de jaren 80 al dicht bij het bestuur van het land is geweest? Misschien was hij was al geboren, toch? In 1980 was Paulo een van de eerste partijen die naar Boutense rende na de coup. En tot 87 en 2010 weer een paar jaren in het machtscentrum. En toch hebben we er nooit iets van gebakken. Hoe komt u aan deze hele grote zelfvertrouwen wat hij nu etaleert? Meneer Pinas, als u niet de geschiedenis kent, gaat u inderdaad die vraag op deze manier stellen. Omdat in de jaren 80, wat men later heeft genoemd de verworvenheden van de revolutie, die zijn allemaal ontstaan toen de Paulo in de regering zat. En laat mij u in aanval hier verduidelijken. We zijn niet gerend na 1980 naar de militairen. Nou, jullie waren een van de eerste partijen bij Boutense op de is schoot. Is niet waar. Ik kan het staven. Nee, is niet waar. Toch, tussen februari 80 en augustus 80 waren we niet eens in de regering dichtbij. We zijn er augustus 80 erbij gekomen. Wat bedoel ik? Met de regering Chinasen. Dit was niet een van de eerste. Voor die coup zelf waren jullie al in gesprek met Boutense? Nee hoor, echt niet. Weet je het zeker? Ik begrijp niet dat... Of je bent mij aan het dollen. Nee joh, ik ben heel serieus. Ik bedoel, ik ben niet aan het dollen. Nee, maar u weet wel dat Paulo vanaf 80 bemoeid dus in het machtscentrum is geweest in 2010. In die periode, meneer Pinas, in die periode dat we in 80 in het regeercentrum zaten, hebben wij die grote dingen gedaan als staatsolie opgestart. FFF is opgericht. De handelingsonbekwaamheid van de vrouw is opgeheven. En die hele discussie over met Nederland toen, over herallocatie van die ontwikkelingsmiddelen, omdat alles ging naar West-Suriname. Omdat die Nederlanders daar geld maakten in West-Suriname. In een spoorlijn die van ergens naar nergens liep. En toen hebben wij dat gestopt. Omdat niemand erin geïnteresseerd was. Terwijl we daar honderden miljoenen geld in aan het investeren waren. En omdat Boutense dat niet begreep, is er geen Chinasen op 24 februari 82 gevallen. En toen ontstond de ellende. Met 8 december als grote dieptepunt. En toen kwamen we daarna weer aan de macht in 1 maart 83 tot 8 januari 84. En toen zijn er weer grote dingen gedaan. Al die volkswoningbouwprojecten van Flora B, Matans Hoop, Geiersvleit. Die zijn allemaal opgezet. Toen is, door Paulo. Door Paulo, ja. Rijstproductie is gebracht. Meneer Ramdalal, Henk Ramdalal. U weet dat heel Suriname straks naar dit interview gaat luisteren, als hij online is, straks. Stel ze die vraag. Als meneer Boutense voor me zou staan, dan zou ik hem dit hebben gezegd. Van de brede kant van mijn mond. Paulo heeft Suriname opgebouwd vanaf 80. En ik ben van de generatie geen brood, geen school. Hè? Meneer Pinas, toen zat de Paulo er niet meer in. Iedere keer als het misgaat in Suriname, was Paulo niet bij. Maar anomie syndroom dan? Meneer Pinas, dan moet je maar dat naar jou, want dat is een geschiedenis. Want al die ministers en die regeringen die elkaar opvolgden. Dat is een sabbat, niet tussen 80 en 87, dat was je niet in Suriname. Ik ga u zeggen, de laatste bijdrage die we hebben geleverd tussen 2010 en 2015, meneer Pinas. Ja, vertel me. Dat deze regering er voordeel van heeft. We hebben twee mooie grote overeenkomsten neergezet. Waar we nu meer dan ooit tevoren veel meer verdienen uit die goudsectoren. Die overeenkomsten die zijn gesloten met Newmont en IAM Gold. Daar waren wij als Paulo verantwoordelijk voor van het ministerie van NH. Begrijp je dus? Maar ook onder Boutense 1 zijn er 152 kilometer waterleidingbuizen aangelegd met water. Geen enkele regering heeft dat geëvenaard. Ook niet Boutense 2. Men dacht dat het Boutense was in 2015. Dus iedereen heeft op Boutense gestemd. Daarom is de NDP gegaan van 18 naar 26 zetels, meneer Pinas. Heel veel mensen vergeten het. Als er zo'n financieel wanbeleid onder Boutense 1 was gevoerd, waarom is de NDP gegroeid? Die samenleving heeft niet op de Paulo gestemd, want toen wij liepen in het veld en we zeiden van het is niet de NDP, zeiden ze nee, Boutense gaat jullie inzetten. Maar die arrogantie die men heeft gehad na 2015,
We hebben inmiddels ervaren wat NDP toe in staat is. In aanval en alles, behalve dit land tot ontwikkeling brengen. Dus het gaat erom, laat het duidelijk zijn, die momenten dat wij als PALU actief in de regering zaten, meneer Pina, zijn er grote dingen gebeurd in dit land. En ik hoop dat het volk, ook dit, het volk meer in Nederland, het Surinaams deel dat daar is, gaat begrijpen wat van bij. En we gaan in de komende periode gaan naar buiten treden om dit uit te leggen. Ja, omdat, want ik weet je, ik sta hier versteld van, ik wist nooit dat PALU zoveel gedaan heeft voor Suriname, positief. PALU heeft als het ware het land helemaal opgebouwd in zijn eentje, zoals u het hier vertelt aan mij. Nee, ik ben met een stukje sarcasme bezig. Nee, dit is niet sarcastisch bedoeld, het is gewoon... We hebben één ding verkeerd gedaan, meneer Pina. Wat hebben jullie verkeerd gedaan dan? En dat is begrijpen dat willen we dit land blijven tot ontwikkeling brengen, we eenheid moeten creëren over de ontwikkelingsrichting van dit land. We gaan niet komen als we niet een breed maatschappelijk gedragen ontwikkelingsvisie neerzetten. Wij als PALU hebben het. Wij zien het op een bepaalde manier. Maar wat wij zien is dat velen van Surinamers dat niet begrijpen en dat niet zien. Dat ze niet begrijpen dat uit die lange termijn visie er korte termijn maatregelen moeten voortkomen. En niet omgekeerd. Ik kan niet nu zeggen, ik heb een financiële crisis. Dus, nee, meneer Henk, we praten niet over de lange termijn. Het gaat om, we moeten nu oplossing brengen aan financiële problemen. Dat is onjuist. Omdat juist uit die lange termijn visie je nu een aantal maatregelen zou kunnen doorvoeren die je inkomsten zou moeten verhogen. Omdat als je dat die analyse had gemaakt met wat voor crisis we nu hebben te maken, dan had je beter begrepen wat je had moeten doen. En de PALU is de enige partij, dat blijkt nu, die analyse heeft gemaakt. Wij hebben gezegd, en mensen gaan dit idee, deze benadering, meneer Pina's overnemen. En ik hoop dat daarmee een begin gaat worden gemaakt met een breed maatschappelijk gedragen ontwikkelingsvisie. Wij hebben gezegd, de crisis waar we nu in zitten, bestaat uit twee deelcrisis. Eén is een korte termijn financieringsvraagstuk, wat de regering Boudersov ons mee heeft opgezadeld. En twee, wat we noemen een structurele crisis. Want crisis staat in hun boyon, in hun king, in hun... in onze genen. Wat we in 1975 hebben overgenomen. Dat die samenleving onvoldoende is ingericht naar onze eigen belangen en behoeftes. Dat we nog steeds in ons onderwijs kinderen opleiden om uit het hoofd te leren. Dat we nog steeds die volksgezondheid niet duurzaam kunnen financieren. Dat onze huisvesting verkeerd is gericht. Dat onze infrastructuur nog steeds... Voor 90% wonen we nog steeds op die oude plantagegebieden. Terwijl 90% waar onze rijkdommen zitten, nog onontgonnen daar in het achterland zit. Begrijpt u? Dat is de opgave die we hebben. Dat als we begrijpen dat we over 50 jaar alles wat we willen hebben vanuit de overheid, of het nou volkswoningbouw is, of goede gezondheidszorg, dat moeten wij opbrengen. En niet Nederland, niet Amerika, niet Brazilië. Dus met andere woorden, de Surinaamse samenleving moet in staat worden gesteld om geld te verdienen, zodat we een aantal diensten die die samenleving behoefte aan heeft, gefinancierd moet worden. Van vuilverwerking tot goede gezondheidszorg, tot goed onderwijs. En als we dat begrijpen, dat dat onze taak is, dat betekent dat die overheid te weinig gestructureerd is zoals het zou moeten zijn. En dan had je niet alleen maar government take verhoogd, maar had je government take verhoogd. En dan had je die productiesectoren ontzien. Dan had je gezegd in die productiesectoren, jullie hoeven geen government take te betalen. En als je had gezegd, valuta, exportvaluta moet terug. Dan had je gezegd, ja, maar die exporteurs en die producenten die goederen exporteren, die moeten dan ook tegen de officiële koers krijgen ze dollars om hun inputs te importeren. Want je weet dat die productie gestimuleerd moet worden. Maar dan begrijpen we ook dat je je vuil ophaal en je vuilverwerking nu anders moet doen. Wat we nu doen, dat we het bij Ornambibo gooien en die troep die daar gegooid wordt, daarmee vervuilen we ons eigen milieu, wat via de Parakreek in de Suriname rivier komt, met die vissen hier aan de kust die ook vervuild raken daarmee, meneer Pina's. Terwijl we moeten gaan naar een situatie wat we noemen zero waste cities. En dat is niet wat wij zeggen, dat is een algemene trend in de wereld, waar Suriname jarenlang achterloopt. En wat we niet, maar niet begrijpen, van hé, door middel van een belastingheffing hadden we allang al kunnen overgaan tot vuilverwerking. En iedereen zou er blij mee zijn. Zelfs die vuilophaler zou een goed betaalde baan krijgen daarin.
Maar ook de gezondheidszorg moet anders ingericht worden. Begrijp je dus? Die lange termijn visie. En we hopen dat deze visie wordt overgenomen door andere partijen. En dat we kunnen gaan naar een breed maatschappelijk gedragen visie. Want kijk u maar, als u woont in Nederland, dan gaat u dit beter begrijpen. Maar ik zou een ander voorbeeld nemen van China. Maar dan gaat u denken dat ik gekoloniseerd ben door de Chinezen. Dat ik dat ga zeggen. Nee, no, nee, u bent helemaal niet gekoloniseerd. Ik weet niet of u het heeft gehoord van de nieuwe zijderoute die de Chinezen hebben gepland. 80 tot 120 jaar vooruit. Waar ze miljarden en biljoenen in gaan stoppen. Wij in Suriname, we plannen niet eens een jaar vooruit. We zijn niet eens in staat om een goed herstelplan van 2 jaar neer te zetten op tafel. Dan begrijpt u het probleem waar we tegenaan kijken. Niet omdat die regeerders ze niet kunnen, maar omdat ze alleen maar behept zijn in allerlei klein etnische denken. Of een klein groep van rijken die om hen heen hangen en die hun belangen behartigd willen zien. Dat is waar we te kampen hebben in Suriname. Daarom komen we er niet uit. Terwijl, als we begrijpen dat we naar een heel andere Suriname moeten, en we begrijpen wat onze taak is, dat die werkelijkheid van Suriname een andere vorm en inhoud moeten gaan geven, dan had men allang begrepen wat onze verantwoordelijkheid was en wat we hadden moeten doen, ook op korte termijn. En dat is het probleem waar we tegenaan kijken in het land. Het gebrek waar we hebben is het gebrek aan visie en ontwikkeling. En we kiezen het volk wordt continu op een bepaalde manier opgesweept rondom de verkiezing. Om op korte termijn op leiders te stemmen die allerlei beloftes doen. Zelfs met leugens zoals we hebben meegemaakt bij de afgelopen verkiezingen en de verkiezingen daarvoor. En het volk zit daarna met gebakken peren. Dat is waar we tegenaan kijken, meneer Pinas. Dus ik hoop dat u een beetje meer van de geschiedenis gaat lezen en begrijpen wat voor een rol wij als Palu hebben gespeeld. U bent de enige die over de rol van Palu praat, hoor. Het is nooit iemand opgevallen in Suriname dat Palu ooit iets voor land en volk heeft betekend. Maar dat terzijde, anders had je het gemerkt in waardering naar de stembus gaan. Bestaan jullie nog, Palu, in 2025? Wij gaan zeker bestaan, meneer Pinas, omdat als u de politiek hebt gevolgd en zeker de Palu heeft gevolgd, dan gaat u begrijpen dat de Palu een ideologische partij is. Wij zijn de eerste, waarschijnlijk, laat me zo stellen, van de progressieve partijen die in de jaren 70 zijn ontstaan. En die zeiden dat je op basis van een ontwikkelingsvisie dit land tot ontwikkeling moest brengen en multi-etnisch waren. We zijn de enige die ervan zijn overgebleven. En de oudste waarschijnlijk ook de eerste partij die met een ontwikkelingsprogramma, verkiezingsprogramma, de verkiezingen in is gegaan. Dat is de geschiedenis van de Palu. En we zijn verschillende momenten in de regering geweest, klopt. En we zijn ook verschillende momenten uit de regering geweest. Maar dat heeft nooit het einde van de Palu betekend. Omdat we weten voor wat voor een opgave we staan. En ook, we zien het nu. Dat als jongeren opstaan zonder te studeren een politieke partij oprichten, begrijp je dat dat niet de manier is om dit land tot ontwikkeling te brengen. Of dat is niet de manier om nieuwe leiders te creëren. Helaas. En omdat je weet dat dat alleen maar een mislukking zal inhouden. En dat heeft het ook bewezen. De nieuwe partijen, ook de nieuwe partijen die in de afgelopen verkiezingen zijn ontstaan, want we hebben allerlei politieke partijen gehad, nieuwe partijen. Van partijen die zichzelf Nieuw Suriname noemden. En nu zijn er allerlei andere politieke partijen, jongeren. Laat me vooropstellen, meneer Pinas. We ondersteunen alle jongeren die in de politiek stappen op dit moment. Maar wat we ze allemaal zeggen, gaat u alsjeblieft studeren. Gaat u alsjeblieft kijken naar hoe je dit land tot ontwikkeling wil brengen. En zolang wij als Palu dat alternatief niet zien van jong leiderschap dat opstaat en die inderdaad op basis van een studie en een gedegen analyse van het probleem van Suriname een politieke partij oprichten, gaat de Palu blijven bestaan. Waarvan acte? We moeten de komende jaren de Palu zeker blijven volgen, omdat niets is hier gekomen om te blijven. En wat constant is, is verandering in de wereld. Dus we hebben politieke partijen gehad die ooit heel groot waren. En die zijn geminimaliseerd tot 2. En andere politieke partijen
die met 2-3 zetels in het parlement kwamen en die gegroeid zijn tot 26 zetels en daarna weer naar 16. De tijd van de Palu moet nog komen. En ik geloof daarin dat wij ooit inderdaad een doorslaggevend rol gaan spelen in de ontwikkeling van dit land. Er zijn ook partijen die na jaren buiten het parlement niet meer bestaan. Ja, maar er zijn politieke partijen die kennelijk op een heel andere lees geschoold waren. Nee, ik denk dat wij als PALU hebben een rol te spelen. En we gaan die rol oppakken in de komende jaren. Okay. Blijft u de PALU volgen? Ik weet niet of ik de PALU blijf volgen, maar ik blijf jou volgen, toch? Jij blijft me updaten, toch? Dat hebben we toch afgesproken. Ja, en ik hoop dat u er wat van gaat leren. En dat u in aanval begrijp ik dat u leest. Het gaat zomaar een te lang gesprek worden, maar dat ben ik helemaal niet van plan. Maar ik denk, jongen, als die plannen zo goed zijn, jongen. Maar Henk, tot besluit. Ik had het gevraagd, maar ik was niet tevreden met je antwoord. Ik vraag het nog een keer. Als die plannen van Palu zo goed zijn, weet je, zo'n sterke partij, zo alles. Nu moet je ook dan een concreet antwoord geven. Hè? Waarom wordt nooit op jullie gestemd? Eén, is dat waar wij mee te maken hebben gehad ooit. Is dat we totaal geen toegang hadden tot de media. Er was echt een hetze tegen de PALU. Okay. En niet alleen vanuit politieke partijen die hier aan de macht waren in Suriname, maar ook vanuit zeker de Nederlandse ambassade. Ik kan daar heel veel over vertellen. Dus vanaf de Nederlandse ambassade in Suriname, bedoelt u, werd PALU geboycott, zeg jij? Er zijn in aanval directe lijnen die wij hebben gemerkt, die liepen naar de Nederlandse ambassade, ja. Luister nou, u gelooft in dat soort dingen? U ziet ik wil niet zeggen dat u spoken ziet, maar u gelooft echt in dat, ik bedoel, PALU, man. We praten over PALU, hè, we praten over PALU. Meneer Pinas, we praten over PALU, meneer Pinas. En als u een keertje hier in Suriname bent, dan zullen we een borrel drinken. Nou, of jij weer op Kwaku, of ik jou straks weer op Kwaku zie, dan moet je want een paar borrel. Ja, dan gaan we zeker een biertje moeten drinken om het een keertje uit te leggen. Wij staan aan de wieg van DA91, meneer Pinas. En wij zijn toen eruit gehaald, omdat de instructie is gegeven. PALU moet eruit en dan gaan we jullie ondersteunen. En toen zijn politieke partijen die zichzelf nu DA91 noemen en Alternatief Forum toen, die zijn op het podium geklommen en gezegd, het volk belooft, we gaan weer een provincie worden van Suriname. U bent het waarschijnlijk vergeten. En die hebben gezwaaid met een rood paspoort. Dat was de DA91 toen geworden. En wij zijn de eerste gesprekken begonnen om een grote coalitie te sluiten. Begrijpt u? Ja, want alleen komt hij nergens. En de reden waarom PALU-exponenten op de 8 december verdachte lijst zijn gekomen. PALU zijn op de lijst gekomen op basis van verklaringen van journalisten hier die zich vergist hadden. En bleek dat dus PALU niet eens op dat adres woonde waar de journalist die verklaring had gegeven. U bent waarschijnlijk vergeten, maar er zijn mensen. De verdachtenlijst bestond uit meer dan 35 verdachten. En die is binnen no time teruggebracht naar 25 of 20, ik weet niet meer uit het hoofd naar welk aantal. Dat zijn allemaal instructies geweest die uit een bepaalde hoek kwamen. En u kunt uw ogen voor sluiten. Maar dat is de realiteit geweest waar we tegenaan keken als PALU. En dan vecht je als kleine partij die niet veel financiële middelen heeft, tegen dat soort vooroordelen, net waar u dan over heeft. En je verrijkt jezelf niet als je daar in de macht bent, want dat is natuurlijk een andere eigenschap wat wij als PALU hebben kennelijk. We verrijken ons niet als we daar in het machtscentrum zitten. We werken voor land en volk. Want dat is dan weer een andere verkeerde kijk van zaken. Want dan zegt men, u heeft toch de NDP ondersteund? Net zoals alsof de ABOP nu de VHP aan het ondersteunen is. Begrijp je? Maar dat hoor je nu niet zeggen. Oh, de ABOP is de VHP aan het ondersteunen. Maar u hoort wel zeggen, oh, de PALU heeft de NDP ondersteund toen. Begrijpt u? Dat is een bepaalde manier van de PALU neerzetten, wat totaal niet klopt. We hebben
keihard gewerkt voor dit land en volk. En we gaan in de komende periode gaan we anders oppakken. Omdat de sociale media is bereikbaar voor een ieder. En we gaan daar een aantal zaken tentoonspreiden en naar buiten brengen. En ik hoop dat u ons gaat volgen en een aantal dingen beter gaat begrijpen. Dat u ook ons gaat volgen en beter een aantal zaken gaat... Ik volg u toch al, meneer Amnandal. Maar u begrijpt het waarschijnlijk te weinig. Ik volg je niet, ik begrijp het te weinig. In bepaalde dingen ga ik nooit begrijpen. Het gaat niet om nu, hè, of morgen. Ik zal het nooit kunnen begrijpen als 15 Surinamers vermoord worden en Nederland achterstaat. Als Boten zo'n coup pleegt en Nederland achterstaat en iemand ziet Boten als landverrader. Nee. Dat zou ik nooit kunnen begrijpen. Nee, maar uw benadering is verkeerd. Omdat als mensen worden opgezet om een zittende macht regering te koepen, meneer Pinas. We gaan niet terug, hè? Maar het zijn dingen die ik niet zou kunnen begrijpen. In geen enkel land heb ik gezien dat ze levend ervan afkomen. Oké. Okay. Dus begrijpt u? En het is alleen maar in Suriname dat de rechter recht spreekt over wat de uitvoerende macht toen heeft gedaan. Alleen in Suriname kan dat. Iemand moet een keertje... En weet u, de geschiedenis gaat hard zijn. En deze rechters die dus nu over de schreef gaan, die gaan een keertje, gaat iemand de geschiedenisboeken opengooien en daar conclusies over trekken. Net zoals we jaren later erachter zijn gekomen dat de massamoord dat op plantage Zorg en Hoop heeft plaatsgevonden, waar een aantal contractarbeiders die in opstand waren gekomen, gewoon van achter zijn neergeknald van een meter afstand, terwijl ze in onderhandeling waren. Begrijpt u? En tot het heden is die massagraf niet teruggevonden. Dat is doodgezwegen in allerlei archieven voor 30 jaar lang. En 100 jaar later toevallig een geschiedschrijver die erachter komt hoe dat heeft plaatsgevonden. Precies zo gaat het plaatsvinden over een paar jaren na 1960, no? Of 2060. Dan gaan we erachter komen dat wat voor fouten we hebben gemaakt, wat we nu aan het doen zijn. Ja, wel, want zo is ook naar buiten gekomen dat die 8 december slachtoffers niet op de vlucht waren doodgeschoten, zoals Palu ook beweerde toen. Mensen van Palu. Je moet me dan de beelden en de bewijzen geven. In het 8 december proces hebben ze die bewijzen niet eens kunnen op tafel kunnen leggen. En het gaat het om niet de eerste en de beste vervolgingsambtenaren die daar dat onderzoek hebben gedaan. Dus u moet me eigenlijk zeggen, u moet oppassen wat u zegt overigens. Omdat mensen van uw partij, die stonden ook op de verdachtenlijst. Dat weet u dus ook, toch? Ik ga u bij de vervolgingsambtenaar aanbrengen. Ik weet wat ik zeg en ik sta ook voor wat ik zeg. U had u moeten bewijzen. Want ik heb een bewijs, toch? U hebt ook bewijs dat heel veel vrienden van u, van Palu, ook op de lijst stonden, op de verdachtenlijst. Maar niet wat u heeft gezegd, dat we dingen hebben beweerd over op de vlucht neergeschoten. Maar dan zouden ze toch zijn veroordeeld, zouden ze toch... Zelfs dat soort bewijzen hebben ze niet op tafel kunnen leggen. Dus u beweert nu iets wat volgens mij totaal niet klopt. Ja, ik zeg, maar misschien moet ik zeggen, Paulo heeft die bewering ondersteund. Nee hoor. Oké. Dan moet u maar aangeven wanneer we dat hebben ondersteund. Als ik een keer met je opraat, dan maak ik gelijk een heel partijprogramma. Wanneer gaan we weer praten? En kan ik nog lid worden van Paulo? U zegt het maar, meneer Pinas. U blijft sportief. Ik hoop dat u een keer gaat begrijpen de rol die wij als Surinamers hebben. Oh ja, begrijp ik. Ik begrijp die rol, maar ik kan die rol van Palu nooit begrijpen, wat Palu zo... U gaat ooit begrijpen waarom die Australiërs een beetje Britten zijn, maar Engeland moet niet durven om te bemoeien in de interne politieke aangelegenheden van Australië. Nou, Queen Elizabeth is ook de koningin van Australië, toevallig hoor. Maar heeft u ze wel eens zien beïnvloeden, de politieke interne aangelegenheden van Australië? Of mensen opzetten om coup te plegen? Of een burgeroorlog in Australië financieren? Heeft u dat gezien dat Engeland dat heeft gedaan? Nee, die hebben geen coup en die hebben ook geen burgeroorlog, dus het is lastig om daarover iets te zeggen.
Nee, maar waren ook geen burgeroorlog in Suriname. Is gefinancierd door Nederland. Maar ja, koep ook gefinancierd door Nederland, die koep. 8 december. Dus u zou echt de archieven moeten induiken, dus dan gaat u dat begrijpen. Oké. We hebben inmiddels een boek over geschreven van meneer Pinas. Als u een keertje Suriname bent, zal ik een exemplaar aan u gratis geven. Dan kunt u, hopelijk gaat u dan lezen. En daar staan letterlijk de getuigenverklaringen van meneer Van Haperen in. Wie heeft dat boek geschreven? Wij als Palu hebben het geschreven. Nou, dan heb je die link al, Palu en... Nee, we hebben geschreven over de taak die we als politicus hebben, namelijk we moeten onze onafhankelijkheid vorm en inhoud geven. Dat is waar we over hebben geschreven. Ik zal het lezen. Ja? Ja? Ik hoop het. Is het te koop ergens? Het is te koop, maar alleen ligt bij de boekhandel in Paramaribo bij Faco. Kunt u een exemplaar kopen als u hier bent, of kunt het laten kopen. Maar als u in Suriname bent en bij mij langsloopt, kan ik u eentje zelfs gratis geven. Gratis bij? Je ziet dat, me loopt niet fout op. Maar mijn hoop je lezing, maar vooral dat je het gaat begrijpen, want we hebben als Paulus heel veel werk te doen. Ja, nou, dat is waar. Ik bedoel, nu pas zegt u iets waarmee ik eens ben. We hebben als Paulus heel veel werk te doen. Dat lijkt me wel logisch, ja. Kinky want to denk je in de voor de Suriname. Ja, maar ik denk dat die Surinamers terug naar die tijd willen, naar de jaren 80 idee van Paulo en NDP. Dat gaat heel snel komen als we dit soort verdragen sluiten, die we nu aan het sluiten zijn met Nederland. Ik kan dat u daarvan meegeven. En we gaan er nog wel een keertje over praten. Meneer, ik zie nog geen rare verdragen die gesloten zijn, hoor, met Nederland. Jij wel? Ik heb ze nog niet gezien. Ik ga je zeggen, de jongeren die in die onafhankelijk zijn of zijn opgegroeid, die begrijpen het niet. Er zijn jongeren die ons aanspreken, jonge mensen die zeggen, ik begrijp dit niet. Suriname is toch een onafhankelijk land? Begrijpen het niet. Heeft dan ander land ooit geprobeerd om Suriname weer tot kolonie te maken? Nee, toch? De benadering die men hanteert richting Nederland. En men vraagt zich af waarom. Waarom doe je dat? Terwijl we andere problemen zouden moeten oplossen. En dat op een juiste manier. Die koers die gaat continu omhoog. We zitten al tegen een koers van rond de 20. Het is heel hoog. Tot besluit, heel kort. Wat vindt u van president Chan Blikkaperstad Santokhi? Wat is er mee? Wat vindt u van die president? Zijn presentatie tot nu toe? Zijn prestatie en presentatie? Nou, wat ik heb gezegd is dat wij te maken hebben met een regering die erg amateuristisch te werk gaat. Of het nou gaat om het buitenlands beleid, of het nou gaat om de wijze waarop ze een aantal financiële hervormingen moeten plegen, of überhaupt die onderhandelingen met het IMF. Maar ook de wijze waarop men die friends and family heeft geaccommodeerd. Begrijp u? Uh-huh. U moet je voorstellen, en men begrijpt het waarschijnlijk te weinig, ook de vorige regering heeft dat gedaan, dat als u aan de macht bent en u begint uw kinderen en uw vrouw te faciliteren, en er komt vervolgens een buitenlands mogendheid hier aan bezoek, hoe denkt u dat die staatshoofd of die functionaris, als hij hier komt, PGO aankijkt? Ik vind het heel moeilijk, joh. Als je politicus in Suriname bent, dan mag niemand van jou bij de overheid werken, want dan is het friend and family. Vind maar één lijn in Suriname onder de 500 of 600.000 mensen die geen familie zijn. Dat is bijna ondenkbaar. Ja, maar dat is mijn mening dan. De dochter, de president, is het in Nederland gebeurd? Wat gebeurt er als het in Nederland gebeurt? Wat gebeurt het als het in Amerika gebeurt? Dus, nee, het gebeurt hier, heel vaak, hoor. Ik bedoel, de premier, zijn vrouw en zijn dochter faciliteert rechtstreeks. Ja, natuurlijk gebeurt het. Wordt helemaal geen rukbare aan het gegeven, maar het gebeurt wel. Ik denk het niet. Nee, meneer, als in Den Haag zit eerst wie ze commanderen is zijn vriend en familie. En dan de rest, dat is heel normaal. Maar alleen wordt het niet zoveel rugbaarheid aan gegeven. Maar ik ga u zeggen, in plaats van dat
de juiste man op de juiste plaats wordt gezet. Gebeurt dat dus hier in Suriname dus niet. En er worden vrienden en politieke vrienden op plaatsen gezet die niet eens in staat zijn om die functie te vervullen. Dat is waar we tegen. Daar is iets anders. Ik bedoel, je moet wel gekwalificeerd zijn. Ja, toch? Ja. Dan is... Maar iemand moet me komen uitleggen. Anyway, laten we daar niet over praten. Nee, maar we laten het daarbij. Ja, vindt het goed zo? Of is er nog iets op je lever wat de aandacht... voor mij is het genoeg zo, meneer Henk Ramnandala, ondervoorzitter van PALU. Ja, nou, dus waar het om gaat is dat we helaas aankijken tegen een situatie waar we op korte termijn niet in geloven dat we eruit zullen geraken. Helaas. Bribina Krakti. Dus niet. Ja? Bribina Krakti, zegt men. In Suriname deze dat dagen. Dat mijn enige staan zijn oei hoor, Mijasano. Maar om het eerlijk te zeggen, als je aan jongeren zegt dat als we op dit pad terug door zullen gaan, dan moeten we onze kindskinderen leren dat ze hun kinderen naar Amerika moeten sturen en Brazilië om te studeren en naar China en naar India. Want het gaat niet goed leven zijn hier in Suriname als we doorgaan op dit traject, op dit pad. Ja, u begrijpt hè, dat er een grote puinhoop is dat opgeruimd moet worden. En het gaat niet op één dag, toch? Nee, maar je had het wel binnen 6 maanden kunnen stabiliseren. En die puinhoop die dus nu gecreëerd aan het worden is, is alleen maar nog groter. Omdat we inmiddels nog verder zijn gedowngraded, terwijl men dat proces had kunnen stoppen binnen 6 maanden. Dat is niet, die puinhoop kan je niet opruimen, maar je had kunnen stabiliseren. En dat is wat er niet is gebeurd. Oké. Het is mooi zo. Ik wil u danken voor uw tijd en toelichting. Vindt u het goed? Meneer Henk Ramdandala, ondervoorzitter van PALU. Dank u wel voor uw tijd. Ja. Dit is Diaspora Talk, de talkshow in Diaspora. Wat gebeurt hier allemaal? Jezus, ik ga niet naar de app. Die ontploft zo een beetje hier in de studio. Te kijken wat er allemaal geschreven wordt en gestuurd wordt hier. Nee, ik zal ze niet lezen. Wat ik wel doe? Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.